ergens doen, dan kom je terug al keurig uit de studio. Ze wel op zo waar ze thuis van hebben. Is er ook weer wat gek? Niet te veel. Wel? Ja. Ik wou wel, ik zag wel eens met weten hoe zij heet. En waar ze woont? Ik vind het wel eens die zaak is. Ja, dat zal ook niet zo doen. Heb je zeker zeker? Oh, wel. Is diezelfde vrouw? Ja, hij heeft een andere kapsel. Denk het. Ja, het gaat niet zitten. De ijsbeer, ben ik me allemaal te herinneren. Deze vind ik ook prachtig. Ja, die hebben we al eens vaker hier mogen aanschaffen. Ja, dat is een nieuw zicht, een nieuw eigenaar. Maar dit is een hele mooie special winter. Die ijsbeer blijven met die waar het toch gedaan is. Ja, het is gewoon verschrikkelijk mooi. De rest is echt heel erg mooi. Je hebt ook wel eens tekeningen, maar dit is echt heel onverschillig. Hij houdt van rock. Jongens van Van Halen. Dat zijn Nederlandse jongens overigens die althans, ze zijn daar wel geboren, dus komen uit Nederlandse ouders. Ja. En ja. Het moment. Ja, gewoon de chauffeur die hun eigen liefhebberij erop hebben gezet. En hier hebben we Guns N' Roses. Kun je ook heel mooi zien aan de voorkant aan de Guns N' Roses erop zitten. Echt een passie van de chauffeur. Het logo van het bedrijf, dat is een
Nationaal kan zien. Ja. En vandaar dat hij erop gekomen is. Nou, de Willeke Sakayabea, die kreeg de vrije hand van Antoine Wetsers. Ze hebben foto's naar toegestuurd van een huis hier en van Betsy zelf. En toen ze zeggen, joh, maak er wat moois van. Nou, dat is volgens mij goed gelukt. Ze rijden nationaal, dus we kunnen ze in Nederland kunnen we ze tegenkomen. Nou, dan hebben we de tweede. Dat is, we moeten naam proberen goed uit te spreken. Zeg jij het? Mika Auvine. Uit Finland. Met Scania. Van, met een showbus. Komen uit Helsinki. Ja hoor, nee. Dus dat is een trein. Dat is vervoeren cement en kalk. En nou heb ik begrepen dat er ook een Sakurai is waard aan deze vis. Maar ik heb het alleen maar... hebben ze dat ook gemonteerd, maar normaal als ze rijden kan dat natuurlijk niet. Dan heeft de Japaner, ik moet ook zo'n briefje aanlezen, want dat kan niet onthouden. Yokio Nakahara, die heeft volgens... Wie? Yokio Nakahara. Ah, ja. Ja, ik ken hem. Hij valt. Oké. Die heeft geholpen in ieder geval met het maken van de Japanse karakters. Wat betekent dat? Wat staat er? Dat zou dan nu moeten vragen. Ik heb geen idee. Ik kan het niet lezen. Ik ga zo vragen. Ja, hoe dat? Maar ze hebben, zoals op het terugstation, ze hebben al heel wat prijzen binnengesleept. En ja, of ze nu 1, 2 of 3 worden, dat is nog heel even afwachten. Precies. Dan hebben we de nummer 10. Ja. Beamer. Kan je even bekijken. Hij heeft een beamer.